Wij zijn met een grote groep mensen bij elkaar gekomen omdat we het nodig vonden, omdat we signaleerden dat er een toenemend antisemitisme is. We hebben steun betuigd door een bijeenkomst te organiseren, een stille tocht. En wat mij heel positief verrast heeft, is het behoorlijk aantal mensen dat daarop af is gekomen. Het is, ik vind een goede opkomst. Dat is meer dan ik verwacht had. Want het is nu allemaal erg gevoelig. Het wordt allemaal in de politiek getrokken. En daar moet je doorheen zien te walsen. En dat is gelukt. Ja, het was een grote opkomst. Nogmaals, meer dan ik verwacht had. En mensen deden mee. Mensen waren er. U heeft ook een toespraak gehouden op de Oude Markt net. Wat is in de notendop de strekking daarvan geweest? Nou, dat we onze zorg hebben geuit over de toename van het antisemitisme. Dat is met honderden procenten natuurlijk dat de uitingen van antisemitisme zijn toegenomen. Nou, de Joodse scholen die zijn op dit moment, er zijn 2 dagscholen in Amsterdam, dat zijn bunkers. Ja, ik heb het bestuur van een van de scholen gezeten. Ja, je kan dus niet zomaar binnenkomen. De synagogen moeten beveiligd worden. Ja, rabbijnen kunnen niet, als er ergens een lezing wordt gegeven en het wordt aangekondigd, moet dat extra beveiliging. Dat is toch niet normaal? Ik heb ook gezegd dat het eigenlijk heel vreemd is dat dat gebeurt. Omdat in het Midden-Oosten wordt er overal gestreden tegen groeperingen zoals Hamas. Wat Israël nu ook gedaan heeft in Gaza, wat Israël nu doet in Libanon. Dat doet Egypte in de Sinaï tegen ISIS. Er zijn veel Libanezen die helemaal niet blij zijn met Hezbollah en die blij zijn dat Hezbollah nu wordt aangepakt. Saudi-Arabië strijdt al jaren tegen de Houthis in Jemen. Er zijn al 250.000 doden bijgevallen, waaronder 150.000 burgerslachtoffers. En in al dat strijden tegen die groeperingen zien we geen demonstraties hier in Nederland. En nu Israël het doet, staat de wereld op zijn kop en zien we overal heftige demonstraties tegen de Joden. En dat klopt dus gewoon helemaal niet. Dat is gewoon echt selectieve verontwaardiging. Van tevoren werd heel nadrukkelijk de wens uitgesproken om het niet politiek te maken. Mm-hmm. En ik merkte wel in de toespraken dat dat bijna onmogelijk was. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En we hebben daar ook over nagedacht dat je het nooit helemaal uit elkaar kan trekken. Want politiek heeft ook invloed op hoe er gekeken wordt naar het Joodse volk en naar Israël. En dat heb je inderdaad in de toespraak ook wel teruggehoord. Wat mij betreft had dat helemaal niet gehoeven. Ik had het prima gevonden en misschien zelfs wat beter als het echt sec over antisemitisme was gegaan. En tegelijkertijd denk ik dat het voor een spreker niet te doen is, als je je met de actualiteit bezighoudt, om dan ook niet daar ergens een politieke lading te geven. Dus het kan bijna niet anders. Je kunt het niet uit elkaar trekken. Je moet niet gaan demonstreren hier voor de politiek X of voor de politiek Y in Israël. Ja, dat moet Israël zelf oplossen. Maar het huidige antisemitisme zit gekoppeld aan Israël. Hoe je draait, wendt of keert. Ja, dan kan je zeggen, ja, we laten Israël erbuiten. We komen alleen maar protesteren tegen het antisemitisme in Nederland. Nou, top. Maar waarom is het nu dan zo aan het groeien? Het was er altijd al, maar het wordt nu zo zichtbaar vanwege Israël. Er was nog een klein akkefietje onderweg. Iemand die langs fietste en iets riep. Heb je dat gehoord? Ik heb het gehoord, ja. Wat werd er geroepen? Er werd geroepen, haal Hitler dood aan de Joden. En dat, als we net een toespraak hebben gehad van de opperrabbijn, die vertelt dat kleine kinderen dat soort dingen wel eens naar hem roepen en de Hitlergroet maken. En je vervolgens een kwartier later dat door iemand ziet doen die volwassen is, dan schrik je wel. Voor de rest relatief rustig gegaan. Enorm rustig. Ja, nee, ik kan hier alleen maar heel positief op terugkijken. Ik heb mij van tevoren eigenlijk ook de vraag gesteld van wanneer is dit nou een geslaagde bijeenkomst geweest? En dat is niets als het veel mensen heeft opgeleverd of een grote opkomst. Daar ging het eigenlijk niet om. Hier binnen, ik loop nu net de synagoge uit, daar wordt de dank uitgesproken door een aantal Joodse mensen die hebben gevoeld dat zij gesteund worden. En zij zijn hierdoor getroost. En dan is het geslaagd. En dat hebben we van tevoren ook gewild. Ja, dan kan ik niet anders dan zeggen dat is positief.